Ook Stichting De Vierdaagse draagt bij aan Groene Vrijdag. Ze ruimen afval op. De medewerkers van de stichting hebben het beste voor met de stad, die in de zomer helemaal in het teken staat van het wandelevenement. Het is Groene Vrijdag in Nijmegen. Dat is altijd de eerste Groene Vrijdag in november. En Stichting De Vierdaagse die wil ook graag steentje bijdragen aan een mooier en schoner Nijmegen natuurlijk. En zo heet de Sint-Anna-straat in november toch weer even Via Gladiola. Noemen wij hem eigenlijk altijd voor onszelf wel een beetje. Hè? Dat zal altijd blijven. Dan weten we altijd waar we het over hebben. Ja. Kunnen de Vierdaagse deelnemers geen prikstok meenemen in de zomer? 1 en 1 is 2, zou je zeggen. Maar dat vinden ze bij de stichting toch niet zo'n goed idee. Ja, dat is natuurlijk een superleuk idee. Alleen de mensen willen op tijd de finish halen. En het puinruimen, dat kost toch wel wat tijd. Hè? Je bent onderwijl ben je aan het zoeken en aan het prikken. Dus dat voor het wandelen en het door kunnen wandelen, dan lijkt me dat niet zo'n goed plan. Maar we vragen natuurlijk wel altijd aan alle deelnemers om hun vuilnis te bewaren en op te ruimen. En mee te nemen naar een locatie waar ze het kwijt kunnen. Dus, Naast al dat afvalprikken is er genoeg te doen, zoals het voorbereiden van de volgende editie van de Vierdaagse. En daar wordt nu al hard aan gewerkt. We zijn inderdaad gestart met de voorbereidingen. We gaan er eigenlijk wel van uit dat we hem kunnen organiseren. We bereiden ons in ieder geval daarop voor. Het kan natuurlijk zijn dat we nog met wat maatregelen te maken zullen hebben, maar dat horen we tegen die tijd. Dan hopen we ook daar snel op te kunnen schakelen. Maar vooralsnog moeten we nu onderhand wel gaan starten met alle voorbereidingen.